Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van I Released I Ghost Pokémon, oftewel Pokémon FireRed, episode 3. Ik laat even snel mijn Pokémon zien voor we beginnen. We beginnen met Ironic, de Pikachu van level 16. Release, de Wortel, de Pidgey, de Butterfree, en Nidorino en Mankey. Ik denk de Mankey zo snel mogelijk gaan vervangen, want eigenlijk is dat best wel een kak Pokémon. In ieder geval mensen, welkom bij een nieuwe aflevering. Pokéballs, ja. We komen bij een nieuwe aflevering en... Ja, vandaag gaan we door de Mount Moon heen. Ik weet, Mount Moon ken ik uit mijn hoofd. Ik vind het wel een kuttunnel, want om de 5 seconden kom ik tegen... Gaan we al... Een fucking Zubat. Zubat vind ik ook een van de gaarste Pokémon die er zijn. Golbat heb je eigenlijk niks aan. En ja... Nee, ik hoef hem niet hoor, rot op. Ik ga proberen zo snel mogelijk door deze tunnel heen te gaan. Kijk me mee, voor de mensen die de weg niet weten, Mount Moon. Kijk me even mee, want ik weet namelijk de weg wel. En ja, kijk gewoon even mee. De film ga ik stoppen bij Misty voor de deur. Dus ik ga niet Misty verstaan in deze episode. Want ja, en mijn Pokémon zijn nog te slap. Want Misty is best wel een taaie bastard met de Starmie. En ja, ik ga proberen ook zoveel mogelijk Pokémon battles te ontwijken. En nou ja, we gaan door Mount Moon. Het wordt heel kloten. We gaan echt elke keer Zubats tegenkomen. Ik probeer zo snel mogelijk door die Zubats heen te gaan. En ja, ik doe mijn best. Voor de mensen die niet weten... Hier moet je naar boven toe, dat is echt heel belangrijk. Ga alsjeblieft niet het trappetje af naar beneden, want dan verdwaal je. En dan ben je echt urenlang zit je dan in deze, in Mount Moon. Dus, ja. Hier wil ik ook graag weten, zijn er eigenlijk mensen die nu ook door mijn filmpjes Pokémon spelen? Want ik speel nu zelf ook. Er zijn mensen die leuk reageren op mijn filmpjes. Maar ja, en iemand anders, ja, ik weet niet, misschien heeft iemand anders door mijn filmpje denken van... Hey, ik ga nu ook Pokémon kijken. Even Pokémon spelen, sorry. En ja, misschien speel je zeg maar zelf met me mee. Oh, Joe dude. Zal ik mee doen? We gaan... Oh. Ja, ik denk toch wel een Joe dude wil vangen, maar ik heb geen zin om echt tijd eraan te verspillen. Want ik ga hem denk ik toch niet gebruiken, dus ja. Yeah. In ieder geval, ja. Dus ik wil graag mensen reageren op het filmpje, of reageren op het filmpje om te zeggen van... Ik speel ook Pokémon nu met je mee, weet je. Of ik speel zelf Pokémon en ben al verder dan jij, of wat dan ook. Het is ook trouwens ook, sorry, een week geleden voor het laatst opgeloten heb. Ik had even geen tijd om op te loaden, aangezien ik bezig ben met school. En het, eigenlijk het een beetje het afsluiten ben om mijn diploma te halen. En ja, het komt heel dichtbij, dus ik moest wel eventjes een tijdje niet gamen. Ja, ik speelde wel Xbox natuurlijk, daar heb ik wel tijd voor heel eventjes, maar om op te nemen niet. Dus ja, hier dan een nieuwe filmpje. Oh, ik ben helemaal lijf van die Zubats. Kijk, hierboven, mensen, het is heel belangrijk. Pak die Moonstone. Moonstone heb ik nodig om Nidorino. Dan wordt dan weer een Nidoking. Dat doe ik nog niet. Ik heb geen idee waarom. Dat doe ik later wel. Als ik uit de tunnel ben. Ja, weer een... Oh, een Paras. Dat is ook een waardeloos Pokémon. Ja. Nou, oké, mensen. Dit is een beetje een saaie episode. Ik ga proberen gewoon ja, met jullie te praten. Ik ga dodgen. Oké. Wegkijken. Yeah! Ah! You motherfucker. Hij mag gewoon genakt houden. Hij schokte me dood. Ik denk, ah, we gaan gewoon lekker loezen. En denk ik, wap. Staat hij weer eens voor mijn neus. Wat een bullshit, ouwe. Nou, Team Rocket Grunt wants to battle. Oké, Rattata. Oh, dat vind ik ook een rot Pokémon. Wat een nakker, ouwe. Hij draait zich zo in één rond. Nou, oké, laat me even afspreken nu alvast voor de volgende, ja, volgende filmpje. Ik zou mijn Pokémon allemaal level 24 doen. Vind ik wel een leuk level 24. 25 vind ik net te veel. Ja, een hele level scheelt maar. Maar 25 net te veel, dus 24 pak voor het volgende filmpje, mijn volgende, ja. Mijn Pokémon team. Allemaal level 24 en, ja, daarna zien we wel verder. Oh ja, over mijn Pokémon trouwens en een paar natuurlijk geëvalueerd. Zoals je ziet, ik heb een Wartortle. Ja, dat is geëvalueerd van Squirtle. Ik heb nog steeds een Mankey. Mijn Butterfree heb ik nu. Mijn Caterpie is dus geëvalueerd in een Butterfree. Ik heb mijn Nidorino. Dus mijn Nidoran is geëvalueerd in Nidorino. En ik heb nog steeds een Pikachu. Die evolueerde veel later pas. Nadat ik Thunder heb geleerd. En als laatste heb ik nog steeds mijn Pidgey. Mijn Pidgey evolueert voor mij op level 18 in een Pidgeotto. Dus oké. Nou, we gaan. Oh, released. Zal ik iemand proberen? Wie ga ik proberen? Nou, ik wil hem toch vangen eigenlijk. Nou, kom op. Go Beer HD NL. Tackle. Nou, nah, dat doe niks. Pack. Oh, not very effective. Slim. Klote, nu moet ik een double kick gaan geven. Oh, en hij is poison. Dat is helemaal moeilijk.
Een double kick is natuurlijk wel op een steen Pokémon, dus dat super effective. Ja, bedoel ik, hou godsamme houden. Wat trouwens best wel raar is. Een double kick, je schopt een steen. En de steen krijgt meer pijn. Vind ik trouwens een beetje vaag, maar... ja, Pokémon Logic, je weet toch. Alles kan in je tas, hele Pokémon's. Dragon Ball, grote draken in een Pokéballetje. Dus laten we niet aan twijfelen. No doubt the shit. Gewoon lekker spelen. Kom op jongen, oh ik word zo moe van die tunnel. Maar volgens mij zijn we er ongeveer bijna uit. Of, ja. Bij die rocket is wel een belangrijk punt. Het is wel heel zuur trouwens dat de hele filmpje eigenlijk drie kwart van de tijd eigenlijk opgaat aan het running away from the Zubats. Die zijn gewoon echt stomme kutgrotjes jongen. Oh, weer een jerk dude. Stomme grotten jongen, al die fucking Zubats jongen. Later die Diglett Cave ook nog, krijg al die Diglets. Wibble dan maar. En die Diglets zijn ook zo, die jongen, die vang je alleen maar. Maar het chillen van die Diglett Cave is wel dat ik heel goed mijn Pokémon daar kan trainen. Dat is wel fijn. En ik heb een Diglett nodig voor LT Surge. Yeah, Team Rocket, betekent dat we op de goede weg zitten. Ik vind trouwens ook heel belangrijk. De volgende keer, Ironic, jij wordt heel belangrijk in het volgende filmpje. Als ik Misty wil verslaan, is mijn Pikachu echt mijn de Pokémon die ik ervoor nodig heb. Weet je, met mijn Watertail heb ik niet zoveel aan tegen een water Pokémon. Ja, Butterfree is ook wel oké nog tegen water. Aangezien die Fusion kan ofzo. Maar Pikachu wordt echt de doorslag. Dat wordt echt degene die ik echt nodig heb voor deze, voor die badge. Dus ja, Ironic. Volgende episode is het helemaal in jouw hoofdstuk gewoon, weet je. Het is jouw moment. Jouw moment. Your moment to shine. En ja, don't bring me down. Don't let me down, man. Oké, we gaan weer verder met Bear HD. NL komt er weer in. Ik vind ja, Lucking toch wel echt een lijp Pokémon, dus ik gebruik ook vaak met... Ook niet veel effectief, stom van mij houden. Ik ben een beetje moeilijk aan het doen weer. De Astonish. Oké, pack. Oké, dat doet wat meer damage. Confused. Ik haat Confused. Ik raak meestal mezelf in Confusion, dat is zo hinderlijk. Maar... Got it. Oh, hij leeft nog! Bastard, ouwe. Die Team Rockets hebben altijd niet geluk, jongen. Jezus Christus. Kom op. Pack. Juist. Oké, je hebt toch geluk. Hier bied ik hem toch gewoon lekker makkelijk. Niet veel schade gedaan. En, ja. Volgens mij zijn we nu wel bijna aan het einde van de tunnel. Want ik word een beetje moe van al het... Mijn vingers worden een beetje moe van al het geklik. Pokémon. Nu komt volgens mij die nerd. Dus die nerd wil ik wel mijn Bear HD online vooraan hebben. Die heeft double kick. Volgens mij heeft hij wel een Magnemite. Want ik wil zo'n Magnemite type. Voltorb of zo. Nou, we gaan eens kijken. Grimer. Oh ja, Poison Pokémon. Wat is sterk tegen Pokémon? Poison. Psycho Pokémon is sterk tegen. Maar ik ben zin om te wisselen naar Butterfree. Ik moet het zien. No. Hoppack. Kom op. Bound. Oh nee, doe niet. Niet slaan. Double kick nou maar, jongens. Ik voor op tap. Oh, duurt zo lang. Kom op, beuk hem dan maar. Grimer is ook eigenlijk best wel een irritante Pokémon, vind ik, weet je. Die poison shit van hem altijd, jongen. En die muk nog erger. En dat, die zure aanval, disable en zo. Volgens mij is dat ding ook heel kut te trainen. Nou. Ja, eigenlijk ben ik ook weer op zoek naar een nieuwe Pokémon. Ik ben eigenlijk dus van plan om mijn Mankey eruit te halen. En ja, Voltorb, nou, dan bekijk ik hem gewoon de hele tijd. Maar ik ben van plan dus om mijn dingen eruit te halen, mijn Mankey, maar dan moet ik wel een nieuwe Pokémon verzinnen. Ik wil, ja, voor de kijkers ook wel eigenlijk leuk weten voor jullie, om het saaie filmpje een beetje toch wat meer interactie te geven. Ik wil dat jullie eigenlijk eventjes een team voor me maken, nu al. Dat jullie nu al hebben van, oké, ik wil dat je bij badge nummer 3, dus tegen LT Surge, dit team, ja, is een goed team hiervoor. Dus voor LT Surge moet je deze Pokémon hebben, dan versla je hem sowieso. Dus ga niet zeggen, je moet een Dragonite hebben, dat kan niet. Maar ja, misschien als je een beetje kennis hebt van Pokémon. Zeg maar een paar Pokémon waarvan je weet, hé, die gaan we beuken houden. Want daar ga je LT Surge zeker bij beuken. Nou, eindelijk hebben we Butterfree. Komt hij aan, Confusion. Boeia, lekker. Dood. In ieder geval, ja, dus reageer even. En zeg even een team die ik moet gebruiken tegen LT Surge. Ik ga er naar kijken. Is het een goed team, dan noem ik je naam natuurlijk. En ja. Dan ga ik het doen. Dan mag ik het fossiel pakken. Ik pak altijd deze, de linker, de doomfossiel. Dat is Kabuto. Hoe weet ik dat?
Er zat Dome vroeger toen ik klein was, wilde ik altijd Kabuto. Maar ik vond die andere, Omanyte, vond ik altijd heel gaar. Dus noemde ik altijd Dom. Dus domme fossiel, dus die wilde ik juist niet pakken. Nou, blijkbaar is het dus andersom. En zo ben ik het gaan houden. Het tegenovergestelde van het domme fossiel, Dome fossiel, is de vetste fossiel. Dus die moet ik hebben. Nou, oké, Pokéball. Oh, kom ik nog een Pokémon tegen. Ik ben bijna uit die fucking grot. Precies één stapje en ik kom een Zubat tegenhouden. Godverdomme, jongen. Oké, wegwezen. Pak die Pokéball. Kreemt hij dood. Oh, dat is volgens mij een poison dat soort dingen weg te halen. Nou, dan gaan we, Mammoet. Bright Light, Bright Light. Yeah, we zijn buiten. Welkom bij Route 4, mensen. Dankjewel voor het meevolgen nog. Tot Route 4. En deze twee gasten zijn twee matties van elkaar. De eentje houdt van vechten, van slaan bedoel ik. En de andere houdt van kicken. Deze deed een slaanaanval. Dat is volgens mij een Mega Punch. Mega Punch, ja. We gaan het delen aan mijn Wartortle. Die heeft ook even een normale aanval, wat sterker is dan Tackle. Withdraw doet toch niks mee. Dus, nou, Withdraw gaat weg. 1, 2, 3 en poef! Nou, Withdraw is weg en hij heeft Mega Punch geleerd. Nou, oké. Ik haat die gesprekken. En dan gaan we naar de tweede. Oké, Destructive Power, Mega Kick. Oké, I'll teach you to your Pokémon. Welke, wie wil ik het leren? Pikachu, live! We gaan Pikachu Mega Kick leren. Hij heeft ook weer een iets anders dan een elektrische aanval. Quick Attacks, ook niks. Double Team gebruik ik toch niet. Ook wel raar. De serie, als je die series kijkt van Pokémon altijd, is Double Team echt de meest overpowered movie er is eigenlijk. Echt gewoon 7, 8, 9 Pikachu's die allemaal tegelijk aan aanvallen. In de serie is dat super, super goed. Maar in, ja, in het spel zelf gebruikt volgens mij niemand Double Team, weet je. Want ja, tegen MLG gebruiken ze het wel. Roar is toch een poep aanval. In MLG gebruiken ze wel dat soort dingen, maar ik bedoel, bijna niemand. Maar in de serie is het zo overpowered, jongen. Iedereen gebruikt het. Gary in de Pokémon League al tegen Ash wordt gebruikt, jongen. Die aflevering met die Scyther, die vergeet ik nooit meer. Die Scyther heeft en die gebruikt Double Team. Dat hij overal Scythers heeft vliegen. In een beuk die hem. Zijn Bulbasaur had geen kans. Nou. Oké, ik sta nu bij Misty voor de deur eigenlijk. Maar ik denk dat we nog even tijd hebben, want het is een heel korte aflevering. Dus we gaan even mijn broer verslaan. Komt ie. Hey Myru. Myron. Dan ga je even een pak slaag geven. Let's see what you got, Myron. Dylan. Let's get this party started. Myron wants to battle. Een Pidgeotto. Oh fuck. Ik heb natuurlijk niet gereageerd. Nou is het een... Ja. Weet je wat? Double kick hem. We gaan kijken hoeveel double kick uithaalt. Oh, Sand Attack. Is dat zo blind, jongen. Ja, dat gaat mis. Ah, raakt. Lekker. Jezus, ouwe, die damage is ook helemaal niks, vriend. Nou, wat is sterk tegen vlieg? Elektriciteit is er sterk tegen. Ja, elektriciteit. Nou, Pikachu, let's get this party started. Ironic! Get this motherfucker! Wow, oh, ja, dat is ook wel super van Pikachu. Dat is wel echt gaar eigenlijk. Hij heeft hele slechte defense. Zie je? Oh, kut. Ik ga gewoon een quick attack houden. Maar hij is lekker geparalyzed. Maar hij heeft een hele lage defense. Hij kan heel special attack als Thunder Shock en Thunder en zo, dat is heel sterk. Maar wat zo weinig damage? Dat is heel sterk eigenlijk. Maar wel weinig damage nu. Maar zijn defense is super, super laag. Dus ik maak hem af met de quick attack. Maar echt heel zuur. Dat is echt, als je één klap krijgt, is hij al bijna dood, jongen. Het is heel gaar. Rattata, wat sterk. Rattata, vecht Pokémon. Pokémon, psychic. Maar ja, het is wel zuur van een Pikachu, maar Raichu wel meer defense, krijgt wat meer defense, dus ik wil hem eigenlijk laten, snel mogelijk laten evolueren. En dat ga ik doen. Nou, Quad Chop, oula! One hit, critical hit ook nog eens, bam, in your face. Yeah, I drop Pokémon like the motherfucking drum and bass bass. Pokémon nieuwe. Yes, wie gaan we erin gooien? Pidgey, 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 come on, nobody, get your ass out there and kick this motherfucking ass of this Abra. Nou, Abra, gaan we even gust. En die is dood. Nou, Abra kan toch geen moves, dus is een gratis X-Points. En, ja, sorry voor de onderbreking, ik broek hem even binnen. Maar dat is gratis X-Points voor mijn Pidgey, dat is altijd handig. Snowbody is bijna dood en ik ga hem verslagen. Zie je, ik kan gewoon niet tegen dat ik een pak slaag geef in het spel, toch? Daarom moet hij even komen kijken. Wie. Nou, Pidgey. Nou, oké, dan gaan we dan. Kom maar. Wat heeft hij ook weer? Een Bulbasaur, Ivysaur? Bulbasaur nog steeds. Ah, loser. Nou, double kick hem. Het is volgens mij is het niet heel erg effectief. Helemaal niet effectief. Dom.
Hij kan gewoon pack. Bearhead HD kan gewoon pack. Oh, niet slapen. Lekker. Kan gewoon pack. En pack if 5 Pokémon zijn sterk op gras. Dus. Nou. Bam. Super effective. Lekker. Nee. Ja, hij hit me met Sleep Powder. Hou. Als hij die fucking Double Kick niet had gebruikt, was hij nu al dood geweest. Nou, Sleep Powder slaapt hij dus wel heel klote. Maar ik heb geen zin om te wisselen. Dus ik blijf hem gewoon. Gewoon spammen. Oh man. Dat duurt, dit gaat weer duren, jongen. 1. 2 beurten slaap. Come on. Wake the fuck up, ouwe. Barry met de luier onder. Kom op. 3. Wat? En dat 3 beurten slaat hij nog steeds. Nou, volgende beurt heb ik hem hoor. Kom on. Kom on. Oeh. Nou, beurt nummer 4. Hier. Jezus, Bear. Kom op, ouwe. Word wakker. Is dat very effective? We hebben hem al bijna op. Hij woke up. Nou. Pack hem. Oeh, nog een klein beetje leven. Lead sheet. Ah, nou, het is toch een gare aanvallen. Gare aanval. Nou, oké, een klein beetje damage. Oké, nou, ook trouwens zeggen. Ik heb mijn HD PVR besteld. Die komt morgen, kan ik hem, ja, ophalen. Dus heb ik, vanaf morgen ben ik weer op de Vindo, op de Xbox. Ik ga wel op vakantie. Dus ik ga eigenlijk niet zoveel uploaden. Ik ga proberen morgen iets te uploaden. Misschien van Gears of War spel of iets. Hey, guess what? I got the bill. Maar ik heb dus een HDPVR, dus ik ga weer terugkomen op de Xbox. Mario Over 3 moet ik nog kopen. Dat kan ik misschien overkopen van een vriend van me, dat DMNL. Maar ja. Dus ik kom weer terug. Oh, you're right, I'm sorry. Waarom? Ik geef me een favor, omdat ik elke keer achter hem aan zou gaan aanbrengen. Rot toch op, man. Fame checker, nou, dat gebruik ik toch nooit. Dus ja, oké. Mensen, we zijn bijna aan het einde van het filmpje. Ik ga nu naar voor het Pokémon Centrum staan. Ik ga mijn Pokémon trainen tot level 24. Nou, Joy, kom op, geef me Pokémon shit. Level 24 volgende keer als ik inlog. En ja, dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken. Ik hoop tot de volgende keer. En ik hoop dat jullie genoten hebben van deze saaie episode. En ik rot kut tunnel. Nou mensen, dankjewel voor het kijken. Houdoe, tot ziens. Doe het goed aan je vrouw en kinderen. De muscle.